Zijn vrouwen betere leiders dan mannen? Dit is de Universiteit van Nederland. Zijn vrouwen betere leiders dan mannen? Nou, ik zie de helft van de zaal knikken, ja, volmondig. En de andere helft zie ik hoofdschudden, nee. Ja, daar hebben we natuurlijk niks aan, want we willen in dit college deze vraag beantwoorden. Gelukkig is er heel wat wetenschappelijk onderzoek op dat gebied en dat wil ik met jullie bespreken. Wat voor voorkeur hebben we voor leiders en wat heeft de evolutie daarmee te maken? Zijn vrouwen betere leiders dan mannen en waarom? En waarom dringen toch heel weinig vrouwen door in de top van het bedrijfsleven en de politiek? Nou, dat kan ik het beste doen om te beginnen aan de hand van een klein experiment. En de vraag is deze: Stel er zijn presidentsverkiezingen. Heel actueel. En je kunt kiezen uit twee leiders. Leider A of leider B. Die scenario's hebben we gegeven aan mensen. Maar we hebben er iets bij verteld. Namelijk in de ene situatie is jouw land in oorlog met een ander land. Wie kies je nu als leider? A of B? Mag ik jullie handen zien? Wie kiest voor A? Oorlog? Oké, okay, dat is een meerderheid. De andere situatie is de situatie van vrede. Stel je land wil een vreedzame relatie met het buurland. Wie kies je nu als leider, A of B? Wie kiest er voor A? Wie kiest er voor B? Oké, okay, jullie doen het dus precies zoals de proefpersoon in onze experimenten. En die hebben we inmiddels gedaan in Nederland, in Engeland, in China, in Indonesië, in Amerika. En er komt steeds hetzelfde beeld naar voren. We hebben een voorkeur voor mannelijke leiders in oorlogstijd en vrouwelijke leiders in vredestijd. Nou, ik ben evolutionair psycholoog en ik kijk hoe ons oerbrein dat in miljoenen jaren is gevormd, hoe dat tegen leiders en volgers aankijkt. En wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk dat die voorkeuren al best wel heel oud zijn. We zien het bijvoorbeeld in oude stamculturen, jagen-verzamelaars. Wij mensen hebben 99% van onze tijd op aarde in die culturen doorgebracht. En daar zie je al vredesleiders en oorlogsleiders. Bijvoorbeeld bij indianenstammen zijn de oorlogsleiders jonge, agressieve mannen. En die vormen een groepje en gaan er dan op uit om een andere stam te overvallen. De vredesleiders zijn de oude, wijze leiders. En die hebben het voor het zeggen op het moment dat er geen oorlog is. En dat zijn soms ook vrouwen. We kunnen nog verder gaan in onze evolutie. En dan zien we ook bij diersoorten datzelfde onderscheid. Bijvoorbeeld bij de chimpansees, onze naaste. Verwanten, onze neefjes en nichtjes. Wat zien we daar namelijk? We zien groepjes mannetjes, onder leiding van het Alfa-mannetje, die inderdaad oorlogje gaat voeren met een naburige gemeenschap. En soms ook daar andere chimpansees dood. En we zien dat de vrouwtjes, met name de oudste vrouwtjes, een rol hebben in conflictbeheersing in de groep. Dus als twee mannetjes met elkaar aan het vechten zijn, dan kan het oudste vrouwtje. Daartussen komen. Nou, Frans de Waal, de primatoloog, heeft daar hele mooie boeken over geschreven, hoe hij dat geobserveerd heeft. En we kunnen nog ietsje verder terug bij de olifanten, want wie is er de baas bij de olifant? Dat hangt er van af. Als de groep beschermd moet worden, hij wordt aangevallen, dan neemt de boel, het mannetjesolifant, het over. Maar als er een waterplekje gevonden moet worden op de savannah, dan volgt men uiteindelijk degene die het meeste weet, die nog weet. Of er ooit een plekje is met water. En dat is het oudste vrouwtje. Dus we zien die prototypen eigenlijk naar voren komen in het dierenrijk. En de vraag is: zien we dat vandaag de dag nou ook nog? Dat kunnen we bijvoorbeeld laten zien door te kijken naar de ministers van Defensie. Het is heel frappant dat als je naar de ministers van Defensie kijkt van Noordwest-Europese landen, dat zijn allemaal vrouwen. Nou, mijn vraag is: stel nu dat we het. Ministers van Oorlog hadden genoemd. Waren deze vrouwen dan nog steeds in beeld gekomen? Ik vraag het mij af. Hoe oud die prototypen zijn, kun je nog op een andere manier laten zien. Namelijk door kleuters te vragen naar hun voorkeur voor leiders. En dat hebben wij gedaan. We hebben op scholen in Harlingen en Maastricht onlangs een experiment gedaan waarbij kleuters de vier lijsttrekkers kregen te beoordelen van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. En de vraag was: je kunt natuurlijk niet vragen aan die kinderen wie de minister president wordt, want dat weten ze niet als je vier jaar oud bent. Maar we konden wel vragen: stel, je bent op een bootje aan het varen. Wie wil je nou als kapitein van jouw bootje? Nou, wat bleek? Men had over het algemeen een voorkeur voor Buma en uh, Rutte. Ik heb trouwens een filmpje om dat te laten zien. En wie zou je van kiezen als kapitein op de boot? En als je er maar vier hebt, hè, is ze allemaal. Wie denk je dan het allerbeste kapitein zou zijn voor op je boot? Ja, Rutte. We vroegen ook nog kennen jullie deze leiders en één keer zei, ja, dat is mijn vader. Nou, in het geval van Rutte lijkt me dat ja. vrijwel onmogelijk. Klaver kende ze ook ergens van, van de zeehondenboot kennelijk, maar goed. Maar wat interessant was uit dit onderzoek is dat Buma... En Rutte kwamen als beste leiders naar voren. Die hebben ook het meest een leiderschapsgezicht. Maar interessant was dat Klaver werd geprefereerd wanneer? Op het moment dat we vroegen: wie wil je als kapitein van je boot als je met elkaar goed moet samenwerken? Onderling met je vriendjes en vriendinnetjes. Terwijl als wij vroegen: stel je boot wordt aangevallen door piraten. Ja, dan was de voorkeur van Wilde sterker. <laughs> nou is dus de volgende vraag. We hebben dus bepaalde voorkeuren voor leiders, oerprototypen, vredestijd vrouw, oorlogstijd man. Geven mannen en vrouwen nou ook op een andere manier leiding? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan en daar kun je meta-analyses over doen. Dan volg je al die onderzoeken bij elkaar en dan kijk je naar de conclusies. En een belangrijke conclusie is dat natuurlijk zijn er heel veel overeenkomsten, maar over het algemeen zijn mannen in hun leidinggeven iets meer autoritair, iets meer dominant. Iets meer assertief. Die zeggen gewoon sneller: dit moet je doen. Terwijl daarentegen, als je naar vrouwen kijkt, die geven op een wat egalitaire manier leiding. Die betrekken de groep er meer bij, participatief leiderschap, democratisch en zijn ook warmer. Dus als je een bloemetje verwacht van je bovengeschikte als jij ziek bent, kan jouw leider maar het beste een vrouw zijn. Nou, de vraag is dan: zijn vrouwen dan ook goede leiders. Nou, er is steeds meer onderzoek die dat laat zien. Bijvoorbeeld onderzoek in de boardrooms van de grote bedrijven laat een bepaald patroon zien, namelijk dat hoe diverser de boardroom is, hoe meer vrouwen er dus zijn, hoe beter het gaat met het bedrijf. En op kleinschalig onderzoek, onderzoek naar zelfsturende teams, waarvan er steeds meer komen in de bedrijven, laat ook zien dat als teamleiders vrouwen eigenlijk competenter zijn dan mannen. He, dus alle aanwijzingen zijn dat vrouwen goede leiders zijn, met name in bepaalde omstandigheden. En als je kijkt naar de moderne werkomgeving, waarin veel verbindend leiderschap moet zijn, waar mensen met elkaar moeten samenwerken, dan zou je zeggen, ja, dat is het terrein voor vrouwen. En toch, en nu kom ik bij het moeilijke punt, het glazen plafond. Waarom dringen er niet meer vrouwen door tot de top van de politiek of het bedrijfsleven? Nou, daar probeer ik nu een antwoord op te geven. En allereerst, is dat het geval? Is er een glazen plafond? Nou, daar hebben we een mooie uh, animatie van. In Amerika, in de topbedrijven, is ongeveer 22% van uh, de topmanagers vrouw. Kijken we dan naar Europa, dan zien we eigenlijk een nog schrijnend beeld: 10% slechts in Nederland, 1 op de 10 uh, topmanagers is vrouw. En in landen om ons heen is het iets meer. Maar het is zeker geen 50-50. Daarvoor moeten we naar landen als Rusland bijvoorbeeld. Of China, waar het al gelijker verdeeld is. Dus dat glazen plafond lijkt te bestaan. En de vraag is: is dat een evolutionaire erfenis? En mijn antwoord is: ja, om de volgende reden. Wij hebben een mismatch gecreëerd. Onze oersamenleving waren klein, egalitair met informele leiders. En daar kwamen ook vrouwelijke leiders naar boven. In vredestijd bijvoorbeeld. Maar de organisaties waarin we nu wonen en werken. zijn hiërarchisch, ze zijn complex, ze bestaan uit veel lagen. En dus hebben we eigenlijk met z'n allen niet een glazen plafond gecreëerd. maar een glazen piramide. waar vrouwen moeite mee hebben. Ik zal jullie een paar voorbeelden van mismatch geven. Allereerst. Die organisaties zijn hiërarchisch. Er moet dus heel veel geconcureerd worden als jij promotie wil maken. En elke keer in elke laag moet je weer opnieuw concurreren. Dat is niet het terrein waar vrouwen zich over het algemeen lekker bij voelen. Mannen wel. Voor mannen is de statuscompetitie is fijn. Daar kunnen ze veel mee winnen en soms ook mee verliezen. En ik vraag studenten in mijn college altijd het volgende. Als jij nu afstudeert aan deze mooie universiteit de vrije universiteit in mijn geval. En stel dat je nu een baan krijgt. Heb je dan liever een baan die inhoudelijk interessant is of een baan die status en geld geeft? Nou, wie van jullie heeft liever een baan die inhoudelijk interessant is? Mag ik jullie handen zien? En wie heeft er liever een baan die status en geld geeft? Niemand hier. Nou, die studenten van mij die denken er echt heel anders over. En het loopt langs de lijnen van de geslachten. Vrouwen kiezen toch meer voor een baan die inhoudelijk interessant is. Mannen kiezen toch iets, meer, iets vaker voor een baan die status en geld geeft. Waarom? Evolutionair bepaald. Want statuscompetitie voor mannen betekent dat je potentieel een hogere beloning kunt krijgen. Nou, we hebben als voorbeeld hier uh, meneer Trump, u wel bekend. De twee machtigste personen op aarde op dit moment zijn Trump en Merkel. Bij Trump heeft zijn macht zich uitbetaald in voortplantingssucces. He, drie vrouwen, waaronder een hele aantrekkelijke jonge vrouw nu, en een aantal kinderen. Maar kijken we naar Merkel, de andere machtigste persoon, maar toevallig een vrouw, hoeveel kinderen heeft zij? Precies, geen. Dat is één mismatch. De andere mismatch heeft te maken met hoe wij leiders kiezen. Vroeger kwamen leiders uit de groep omhoog geborreld. En de beste persoon, de competentste, die werd gevolgd. Nu worden leiders vaak van bovenaf ingevlogen in een organisatie. Ze worden gecatapulteerd in de organisatie. Ze worden eigenlijk door de directie aangesteld. Het punt daarbij is dat de warme, competente, egalitaire, vriendelijke teamleider... die moet het afleggen, want die is minder zichtbaar dan... De mannelijke collega die assertief en dominant is en dus zichtbaarder in de organisatie. Dat is mismatch 2. De derde mismatch heeft te maken met hoe mannen en vrouwen op verschillende manieren met elkaar samenwerken. Mannen, nogmaals, vanuit dat oerverleden als krijgers, zijn gewend om hierarchisch met elkaar samen te werken. En kunnen dan ook makkelijk accepteren dat de ander de baas is, vanuit het idee. Straks word ik de baas en neem ik het over, het stokje. Dat old boys' netwerk is daarop gebaseerd, eigenlijk. Je helpt elkaar. Vrouwen in hiërarchische relaties, over het algemeen, helpen zij elkaar niet. Zij hinderen elkaar. En dat noemen we het Queen Bee-effect. En dat zie je eigenlijk op verschillende niveaus terug. Bijvoorbeeld in een experiment wat met kinderen gedaan is, werden groepjes jongens en meisjes geobserveerd terwijl ze samenwerkten met elkaar. Ze moesten namelijk, ze konden filmpjes bekijken en één moest de filmprojector bedienen en de ander moest de filmpjes erin doen. En dan keken ze van hoe jongens met elkaar samenwerkten en hoe meisjes. Nou, bij de jongens was het zo dat er was een dominantiestrijd aan de gang. En het jongetje wat het meest voor het zeg had, werd door de andere jongetjes eigenlijk slim en sterk en goed gevonden. Tegelijkertijd bij de meisjes, als daar een dominante op stond, dan werd zij eigenlijk niet leuk gevonden. Ze was niet aardig, de meisjes wilden niet meer met haar concurreren en gingen iets anders doen. Ze gingen niet meer naar die filmpjes kijken. En je vindt het eigenlijk ook in het politieke stemgedrag. Over het algemeen is het niet automatisch zo dat vrouwen op vrouwen stemmen. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Mannen stemmen wel over het algemeen op mannen, maar vrouwen niet per se op vrouwen. Nou, dat zijn de oorzaken van het glazen plafond. Dan tenslotte, wat kunnen we nou doen aan die glazen piramide? Hier zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt een organisatie veranderen. We hebben besloten om die hiërarchische organisaties met elkaar te creëren. Maar het kan ook anders. Je kunt een organisatie, een bedrijf, een politieke partij ook meer egalitair inrichten zodat de nadruk op samenwerking en verbinding komt te liggen. En dan zul je zien dat er meer vrouwen naar boven komen, eigenlijk zoals het ook al geval is in de zorg en in het onderwijs. Kies leiders bottom up. Laat teamleden beslissen wie er promotie moet maken in een organisatie. Waarom zou het de directie zijn die dat beslist? Vrouwen netwerken zijn natuurlijk belangrijk, omdat je dan zo'n old boys netwerk kunt doorbreken met je eigen netwerk. Maar de vraag is evolutionair gezien of vrouwen elkaar voldoende ondersteunen en elkaar voldoende baantjes toeschuiven. En dan tenslotte zou je vrouwen ook meer moeten laten wennen aan het werken in hiërarchieën. En wat is er niet een mooiere arena om dat te doen dan in de sport? Dus meer teamsporten voor vrouwen waarbij natuurlijke hiërarchieën ontstaan. En die kunnen helpen om het glazen plafond of de glazen piramide te doorbreken. Dus kortom, zijn vrouwen betere leiders dan mannen? Ja, in sommige situaties, zeker in vrede en als het gaat om samenwerking. Maar in de huidige moderne werkorganisaties komen zij niet voldoende uit de verf. Dat is mijn verhaal. Ik dank u wel.